Voormalig No Surrender-captain Henk Kuipers uit Emmen moet voor jaren de cel in. Als afweging is de rechtbank van oordeel dat een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 10 jaar passend is. De NAM stopt met gaswinning in Annerveen. Slachtoffer en schutter op camping De Horrebieter kenden elkaar. En het weer vandaag met Robert Oosting. De dag die begon zonnig, maar de zon die deuk al gauw achter de wolken. En wat volgde was een grieze herfstdag. Ik praat je er zo gelieks wel even over bij. Naar het Nijs. De voormalige No Surrender-baas Henk Kuipers heeft 10 jaar cel gekregen. Hij werd schuldig bevonden op 12 punten, waaronder het leiden van een criminele organisatie, diefstal met geweld, afpersing en verschillende mishandelingen. De rechter zei daar het volgende over. Als leider van No Surrender was verdacht als geen ander verantwoordelijk voor een cultuur van geweld, intimidatie en wetteloosheid. Een cultuur die actief door verdachten werd uitgedragen en waarvan hij ook achteraf geen afstand neemt. Alles afwegend is de rechtbank van oordeel dat een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 10 jaar passend is. Deze straf doet recht aan de hoeveelheid feiten, de ernst daarvan en de positie die verdachte tijdens en na de feit heeft ingenomen. Ja, en onze verslaggever Ineke Kemper die was bij de uitspraak aanwezig. Ja, Ineke, mogen we dit een grote overwinning noemen voor het Openbaar Ministerie? Ja, toch wel. Het Openbaar Ministerie wilde Henk Kuipers voor 12 feiten veroordeeld hebben. En hij is ook voor alle 12 de feiten veroordeeld. Alleen voor 2 mishandelingen is het iets afgezwakt. Maar in ieder geval alle 12 feiten achter rechtbank bewezen. Ik sprak persofficier Gerben Wilbring vlak na afloop van het vonnis. En die was zeer tevreden. Zoals het lijkt heeft de rechtbank alles bewezen verklaard wat het Openbaar Ministerie ook verstond. De rechtbank heeft ook gezegd dat het hele ernstige feiten zijn, de bad standings. Van mensen die op een laffe wijze werden meegelokt in de member room en vervolgens in elkaar werden geslagen. Er ook benadrukt dat 1 slachtoffer tot op de dag van vandaag nog last van heeft. 5 operaties ondergaan. Daarnaast heeft de rechtbank ook gezegd dat het afpersen, bedreigen van ondernemers, dat ook heel erg ernstig is geweest. En in zijn algemeenheid heeft de rechtbank ook gezegd, No Surrender is een criminele organisatie, lange tijd. Was ook een zeer ondermijnend karakter, droeg er met zich mee. En was ook echt op gericht om buiten het zicht van politie en justitie te blijven. Met een zeer ondermijnend karakter. En daar heeft de rechtbank echt een dikke streep onder gezet. En volgt eigenlijk daarin ook de redenering van het Openbaar Ministerie. Ja, tevreden OM dus, Ineke. Er stonden nog 4 verdachten terecht vandaag. Zij zijn ook veroordeeld. Hoe lang moeten zij de cel in? Ja, dan gaat het om Theo ten Vee uit Klazinaveen, de oprichter van No Surrender, Klaas Otto, nog een andere leidinggevende, Rico R, en nog een zakenman uit Sneek die bij wat geweldsmisdrijven betrokken was. En zij moeten tussen de 2,5 en 4 jaar de cel in. Ja, Henk Kuipers en zijn advocaat waren niet bij de uitspraak aanwezig. Hoe hebben ze gereageerd? Weet je dat wel? Ja, ik heb de advocaat kort na afloop even gesproken aan de telefoon. Met stomheid geslagen. Hij zegt, Ineke, ik weet gewoon niet wat ik moet zeggen. Ik heb er geen woorden voor. Hij had op dat moment net Henk Kuipers zelf aan de telefoon gehad. Zelfde reactie. Ze vinden het bizar. Ja, ze gingen voor vrijspraak. Daar heeft de advocaat ook voor gepleit. Hij zegt, in je achterhoofd hou je dan wel rekening mee dat er een veroordeling kan komen. Maar dat er 10 jaar uit zou rollen, ja, die hadden ze niet zien aankomen. Dus mogen we ook vanuit gaan van een hoger beroep? Ja, de advocaat zei eigenlijk meteen, want hij had het vonnis nog niet ontvangen. Hij hoort het dan via ons, via de pers. Hij moet het nog bestuderen, maar hij zegt, ik hoef dit niet eens te bestuderen. Dit wordt zeker weten een hoger beroep. Ja, Henk Kuipers mocht zijn veroordeling op vrije voeten afwachten. Hoe zit dat nu? Hij moet terug de cel in. Als je niet in de gevangenis zit, dan zou je in principe een hoger beroep op vrije voeten mogen afwachten. Hij zat in voorarrest, dat is geschorst. Dat is dan nu, zoals dat zo mooi heet, door de rechtbank opgeheven. Dat betekent dat je zo snel mogelijk terug de cel in moet. Nou, ik heb de advocaat gevraagd van hoe gaat dat dan? Die had al even contact gehad met de dienst justitiële inrichtingen. En Henk Kuipers gaat zich vandaag nog melden bij de gevangenis. Goed, Ineke Kemper, dankjewel. Ja, blijdschap dan in Annerveensekanaal. De NAM stopt halverwege volgend jaar met de winning van gas uit het veld in Annerveen. In Annerveensekanaal heeft de helft van de huizen schade door de gaswinning en zoutwinning. Toch vragen inwoners zich af of ze er wel zoveel mee opschieten. Het is het gesprek van de dag in Annerveensekanaal. De NAM stopt met gaswinning uit het gasveld Annerveen. Super, super. Echt heel erg blij mee. En ik denk dat het ook een ontzettend goed besluit is. Blijdschap, blijdschap. Je moet zeggen, ja, gelukkig houden ze eerder op. Maar wat dan? Hier is al 98% uitgehaald. Dus wat zit er nou nog in dan? Nou ja, dat ze gaan stoppen met het veld hier. Ik denk dat een goed begin is. Ik zeg begin, want als stopje. Dat betekent toch niet dat het probleem van mogelijke aardbeving verdwenen is. Kijk, die holtes die zijn ontstaan, die zijn nu opgevuld. Dat gaat op een of andere manier gaat dat natuurlijk zakken. De champagnekurk blijft voorlopig op de fles wat betreft de Vereniging Dorpsbelangen. Ik lees nergens dat men nou bereid is om ook gedupeerden die bij het Annerveld wonen, gasveld wonen, daarvoor vergoeding krijgen. We hebben nog mazzel dat we nog vallen onder de contour van het Groningenveld. Anders hadden mensen hier totaal geen vergoeding gekregen. De helft van de huizen in Annerveensekanaal heeft schade. De NETMAG zetten we ook onder druk dat ze op moeten houden om aan die magnesiumzoutwinning te doen. En mensen in coulante wijze de schade hier vergoeden. We weten niet wie de veroorzaker is, gas of zout. Maar dat er wat gebeurt, dat is de afgelopen jaren wel duidelijk geworden. De vrees is dat het moeilijker wordt om de schade te verhalen naarmate de NAM langer weg is. Wat gebeurt er als er over 10 jaar wat gebeurt? En de NAM is er niet meer. Waar blijft dan de overheid? Want in principe is het natuurlijk ook een overheidsprobleem. Maar ja, die horen we helemaal niet in dit verhaal. Ik denk dat het heel moeilijk gaat worden om de NAM verantwoordelijk te stellen voor wat hier in de ondergrond heeft gebeurd. Ik heb nog wel vertrouwen in dat dat goed gaat komen. En dat de een of ander ministerie zich daar toch verantwoordelijk voor gaat voelen. Daar hoop ik ook op, Maar misschien ben ik iets te goedgelovig. Maar ik kan mij voorstellen dat iemand dat ook op gaat pakken. De NAM had niemand beschikbaar om voor de camera te reageren. Hier staan een kleine 500 bakken. Vol met eikenprocesrups, afval. En daar kom je niet vanaf? Nee, daar komen we heel slecht vanaf. Er zijn maar een paar bedrijven in Nederland waar we terecht kunnen. En die, dat is heel moeilijk om het daar kwijt te kunnen. Ja, zometeen meer over dit opmerkelijke verhaal. En dan de man uit Hoogersmilde die maandag werd doodgeschoten. Kende de vermoedelijke schutter, dat zegt het Openbaar Ministerie. De twee zouden elkaar kennen uit het criminele circuit. De schietpartij was op recreatiepark De Horrebieter, waar het slachtoffer sinds een half jaar woonde. De verdachte uit Leiden werd woensdag opgepakt in Leeuwarden. Hij wordt verdacht van moord of doodslag. De man blijft in ieder geval de komende 2 weken vastzitten. Ja, het lijkt wel science fiction, maar gebeurt gewoon al in een weiland net onder Meppel. Een onbemande drone die zelfstandig medicijnen en bloed van het ene ziekenhuis naar het andere vliegt. De komende tijd vliegt hij tussen de ziekenhuizen van Isala in Zwolle en Meppel. Het is geen state-of-the-art laboratorium of supergeheime testfaciliteit. De thuisbasis van de medische drone is dit drassige veldje langs de A28, net buiten Zwolle. Het is hier, zoals je ook ziet, heel dun bevolkt. En daardoor kunnen we veilig de testen uitvoeren. Nu over een traject van 15 kilometer. Dan kunnen we door naar het volgende testtraject. En dat zou dan in meer bevolkt gebied zijn. Er is ook gekozen voor deze plek omdat de Isala ziekenhuizen op zoek zijn naar een goede manier om bloedmonsters tussen hun verschillende locaties uit te wisselen. En drones zijn wat hen betreft een veelbelovende optie. Voor een transport over de weg heb je altijd een chauffeur nodig. De drukte op de wegen neemt ook toe, dus de kans op files neemt ook enorm toe. En een dronetransport is ook sneller dan met de auto tussen Zwolle en Meppel. Dat is misschien waar, maar vooralsnog alleen als het weer mee zit. Deze beelden zijn van afgelopen maandag. Bij de persbijeenkomst waaide het te hard en regende het te veel en kon de drone niet de lucht in. Een domper, maar ook dat hoort bij de proefperiode. Dus ook daarin zijn nog ontwikkelingen gaande, dat we met meer wind en ook gewoon door de regen heen kunnen vliegen straks. Mogelijk zien we straks dus dagelijks de gele drone over de weilanden haar belangrijke vracht rondbrengen. De proefperiode duurt nog zeker 3 jaar. Hovenier Roel Timmerman zit met de handen in het haar. Op zijn terrein staan honderden bakken met eikenprocessierupsen, maar die kan hij nergens kwijt. Hier staan ongeveer 500 kisten vol met eikenprocessierupsafval. En dat moet straks nog afgevoerd worden naar de verbranding. De bakken op het terrein van Timmerman zitten bomvol nesten en eikenprocessierupsen. Met een soort stofzuiger worden de rupsen en nesten uit de bomen gezogen en gaan ze rechtstreeks de bak in. Vervolgens worden de bakken afgesloten en kunnen ze worden vernietigd. Maar het vernietigen is nu precies het probleem, want Timmerman kan de bakken niet kwijt bij een afvalverwerker. In Nederland zijn maar een aantal bedrijven en afvalverwerkers die je innemen. En die hebben maar beperkte capaciteit. Eikenprocessierups is maar een heel klein verhaal, een klein afvalprobleem eigenlijk. Dus een afvalverwerker zit er niet op te wachten. Zij doen er ook niet zo heel veel moeite voor om daar nu om het in te nemen of daar iets voor te bedenken dat het goed verwerkt kan worden. En Timmerman is niet de enige met dit probleem. Er staat ongeveer, totaal is er in 2020 ongeveer 150 ton aan EPR-afval geruimd. En hoeveel is daar al van verwerkt? En er is ongeveer 35 ton verbrand. En de rest staat allemaal nog in opslag bij de bedrijven. Er zijn in Nederland 4 bedrijven die het afval van de eikenprocessierups verwerken. Maar volgens Timmerman vragen die voor de verwerking veel geld of kan je er maar met kleine hoeveelheden terecht. De afgelopen jaren kon Timmerman zijn afval kwijt bij Atero in Wijster. Maar sinds vorig jaar zomer kan dit ook niet meer. Er zijn misschien vergunningen dat ze met de vergunning niet helemaal in orde hebben. En je moet er natuurlijk wel heel zorgvuldig mee omgaan in een fabriek of in een afvalverwerker. Want het is een, als je die bakken openmaakt, zeg maar, dan verwaait het allemaal in zo'n fabriek. Dus je kan heel gauw in aanraking komen met die brandharen. Ja, en het personeel dat daar werkt, dat wil natuurlijk daar niet mee in aanraking komen. Voor Timmerman is het in ieder geval duidelijk wat er moet gebeuren. De afvalbranche moet even dat er meer verwerkingscapaciteit komt. Tegen een betaalbare prijs. We zijn even aan een struin in het Azerbos en dat is vrij dichtbij, zoals je achter mij zien kunt, want dat is ons pand. En als je goed opgelet hebt gisteren in Nijs, had je ook kunnen zien dat ze hier druk bezig bent om de door de letterzetter gedode sparren te velden met een grote machine hier in het Azerbos. Nou staat in dit stukje geen sparren, dus dit is nog helemaal intact. Gelukkig. Het is vandaag trouwens vrijdag de 13e, dat hij misschien al wel markt. Daar is weer vanavond ook naar, want het is regenachtig en gries weer. In de nacht dan wordt het ietsje droger en de temperatuur die koelt af naar een graad of 6. Met in de ochtend een paar mistbanken. Morgen, zaterdag, dan begint de dag gries met wat motregen nog in de ochtend. Halfweg de dag dan wordt het ietsje droger. Dan krijgen we misschien ook nog een knipoogie van de zon. En koud wordt het zeker niet met 13 graden. Dan kijken we nog even vooruit. Zondag begint de dag zonnig wellicht, maar de zon die doekt al gauw achter de wolken. En wat volgt is een grieze dag met na de middag ook flink wat regen. Koud wordt het zeker niet, met 15, misschien wel 16 graden. En na het weekend dan krijgen we wisselvallig weer met zeker droge perioden. Maangs wat regen, de zon die komt er ook af en toe aan te pas. En temperaturen net iets boven de 10 graden, misschien wel 12 op dinsdag zelfs. Ik wens je in ieder geval een hartstikke best weekend toe. En dit was Drenthe Nu. Meer mooie onderwerpen en natuurlijk ook meer nieuws vindt u op onze website en via onze app. En hier op TV Drenthe vanavond onder meer nog de warming-up. Met daarin aandacht voor de drafsport. En tennisser Max Haukes uit Sleen die wil naar de wereldtop. Nou, hoe hij dat hoopt te bereiken ziet u dus straks. Ik zou zeggen, fijne avond en natuurlijk ook een goed weekend.